Daar gaan ze, de ongeveer 150 rensters voor de 34e editie van de EPZ-omloop van Borselen. 137 kilometers krijgen de vrouwen voor de kiezen. En de wedstrijd telt al jaren mee voor de KNWU-topcompetitie. Het is de sterkste Zeeuwse vrouwenkoers. Maar dit jaar heeft de organisatie met flinke concurrentie te kampen. Al jaren komt de wereldtop van het vrouwenwielrennen om de rondjes door de zak van Zuid-Beveland te rijden. Maar nu is er concurrentie. Van Luik-Bastenaken-Luik, want daar rijden de vrouwen zondag. En de toppers hebben voor België gekozen. En dat is een fikse tegenvaller voor het wielercomité van Cerenhoek. En ze kunnen er niet veel aan doen. Ja, verhuizen naar een andere datum. En die optie wordt tegen het licht gehouden de komende periode. Van de wereldtop is alleen Marianne Vos aanwezig, maar die is nog niet helemaal op het niveau dat we van Vos gewend zijn. Tweevoudig Olympisch kampioen komt hier kilometers maken en wedstrijdritme opdoen. Prachtige plaatjes van de zak van Zuid-Beveland. De rensters krijgen 4 grote lussen door de zak voorgeschoteld en daarna nog 4 plaatselijke ronden van 10 kilometer. Er staat wind, genoeg wind om de boel uit elkaar te trekken. En dat gebeurt ook al direct na het begin. En dat is hier goed te zien. Het deelnemersveld is in groepen uiteengeslagen. En is het hard werken achterin om erbij te blijven. Dit is een moment om even te drinken en op adem te komen. Want er wordt hard gekoerst. In de laatste positie Megan Chart van Isorex Cycling Team. Ze komt uit Wils, is ook op de baan actief. En dat zijn natuurlijk andere omstandigheden dan in Cerenhoek. Dat de toppers er niet zijn, wil natuurlijk niet zeggen dat het geen leuke koers wordt. Hier is ze weer, Chart. Nu even geen tijd om te drinken, maar nu moet er hard gereden worden. Even niet opletten en je bent gezien. Want het gaat hard door de polders. Het breekt overal en alleen de beste blijven over. Het is zeker in het begin een afvalrace. In 46 zien we Stephanie Mottram, een triatlete uit Groot-Brittannië die meedoet. En 62 is Gemma Esselaar van de Kempen. Ook zij hebben het moeilijk. Dit is vooraan en hier zien we Marianne Vos op de weg terug dus naar haar topniveau. Ze houdt zich rustig in het begin, maar we zien haar ongetwijfeld terug in de finale van deze wedstrijd. Het is nog een grote groep van voren. Als de wedstrijd eenmaal in gang is gezet en de zwakkeren hebben moeten lossen, blijft er een peloton van ongeveer 100 vrouwen over, met daarbij de besten. En dan is het zo langzamerhand tijd voor de eerste aanval.